Met als doel de liefde voor Suriname onder jongeren te stimuleren, heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, een teken- en opstelwedstrijd georganiseerd op scholen in verschillende districten. De overhandiging van de prijswinnaars vond vandaag plaats in het Residence Inn Hotel. Kinderen moeten zich bewust zijn van deze sector, want zij moeten de sector verder in de toekomst helpen ontwikkelen, stelt Tabin Bouda, directeur van toerisme. We hebben landelijk via het NICOS een opstel- en tekenwedstrijd georganiseerd, waarbij onder de GLOW-studenten wel te verstaan, waarbij wij 400 tekeningen binnen hebben gekregen en 82 opstellen. En per district hebben we onder elke categorie een winnaar aangewezen of gekozen. En dat is een mooi moment om al die kindertjes met hun begeleider hier te hebben en hun vandaag een beetje in de bloemetjes te zetten. Is ook een stukje bewustwording om te komen en te kijken bij een hotel hoe alles toegaat. Want dat is wat wij willen proberen, wat wij proberen te creëren. Aldus Rabin Bouda, directeur toerisme. Het ministerie van TCT werkt momenteel aan het opzetten van een officiële toerismewebsite. De focus zal volledig worden gericht op het verschaffen van informatie aan de samenleving. En tot zover de binnenlandse berichten in het journaal.